Nou, veel patiënten melden zich met klachten van een vermoeid uiterlijk, een zwaar gevoel, hoofdpijn, niet goed make-up op kunnen brengen, dat soort zaken. Samen kijken we tijdens het consult naar wat is de oorzaak van het probleem. Soms wordt er gezegd, er even een reepje huid tussen uithalen, maar zo simpel is het niet. We moeten echt goed kijken naar wat is het onderliggende lijden. Heel vaak is het zo dat er inderdaad huidoverschot is van de bovenoogleden. Maar een aantal andere zaken moeten ook goed bekeken worden. Is de functie van de spieren goed? Is er te veel vet achter het oog? En wat is de positie van de wenkbrauwen? Oftewel, is het voorhoofd niet aan het zakken? Waarom is het belangrijk? Nou, we kunnen een aantal ingrepen combineren. Je kan via hetzelfde sneetje van een bovenooglidcorrectie ook wat vet weghalen om volle puffy eyes te verhelpen. Of bijvoorbeeld om het oogspiertje zelf strakker te zetten. En het is belangrijk om het in één keer goed te doen. Omdat als je bijvoorbeeld de stand van de wenkbrauwen, als die gezakt zijn, niet aanpakt bij een bovenooglidcorrectie, kan het resultaat juist slechter zijn dan waar je aan begon. Nou, de operatie zelf duurt ongeveer een half uur. We beginnen met het aftekenen van welke huid wordt verwijderd. Daarna vindt de operatie onder plaatselijke verdoving plaats. Dat duurt dus ongeveer een half uur. Vervolgens ga je in de kliniek, krijg je een koelbril op om tegen de eerste zwelling al wat tegen te gaan. Daarna is het zo dat de eerste afspraak voor de controle na één week gepland wordt. Op dat moment is er zeker nog wel wat zwelling of een blauwe plek te zien. Maar na één week gaan de hechtingen er al uit. Nou, meestal is het zo dat na 2-3 weken vrijwel alle zwelling, de meeste zwelling in ieder geval, verdwenen is en het resultaat echt al goed te zien is. De littekens kunnen in het begin wat rood zijn, omdat ze natuurlijk vers zijn en aan het genezen. En je ziet vaak al dat na 6 tot 12 weken dat snel afneemt. Het echte eindresultaat zie je pas na 6 tot 9 maanden. Dan zijn ze echt rustig en zijn ze amper zichtbaar.